En de paarden zijn weg. En de deelnemer die totaal geen last had van al die schermutselingen. Dat was Jeroen Engwerda. Die neemt met riba Rabide de leiding. Maar er komt een bocht aan en er komt druk aan de buitenzijde. Oh, galoppaarden voor Benji Boy. Druk aan de buitenzijde onder andere van Dion Tesselaar met zijn bijjam. En, uitgeschakeld, en toch... uitgeschakeld nummer 12. Galop nummer rood 12. Dan ook de 6. En dat is Cindy's girl. Dat zijn de eerste drie. Uitgeschakeld is paard nummer 12, Benji Boy. Paarden gaan naar de overkant van de baan met uh, verder weg in het veld... aan het nummer 7 van Classic Lady, gevolgd door de tien. En dat is Beatrice Boko. En aan de buitenzijde komt daar de aanval van Anand de Vrede met zijn Baresi DF. Een paard met veel loopvermogen, maar niet de gemakkelijkst om te rijden. En een paard dat wel gemakkelijk te rijden lijkt, dat is het paard in handen van Jeroen Engwerda. Hier in beeld paard nummer 4, Ribai Rabi. Ribai Rabi op de tweede plaats Bichamon en in derde stelling opereert dan Cindy's Girl. Achter Cindy's Girl is dan de binnenzijde Classic Lady en die wordt geflankeerd in het tweede spoor door Arend de Vrede. En hij rijdt paard nummer 9, Baresi DF. Achter Baresi DF komen we dan tegen Beatrice Boko. En aan de buitenzijde van Beatrice Boko komt daar zeker Rick Ebbingen naar voren met zijn Crown's Dream. En dat is de stalgenoot van de koploper. En dit zou wel eens een mooi Engwerda-succes kunnen gaan worden. Tenzij de Mol daar een stokje voor gaat steken. Hij acht de tijd rijp om ruim om het veld heen te rijden met zijn nummer 11 Rapido. Paarden komen zo dadelijk langs de rechterronde te gaan. De eerste kilometer ging in een uh, 18,5 uh, ongemiddeld en het is aan de kop van het veld Ribai Rabi. Ribai Rabi, buitenzijde dan Baresi DF. Aan de binnenzijde loopt Bichamon geen meter te veel. Wie wel meters extra loopt is Rapido en aan de binnenzijde schuift ook mooi op Cindy's Girl. Daartussendoor komt dan naar voren paard nummer 8 en dat is Crownstream. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan voor de laatste maal. En aan kop komt daar de versnelling van Ribai Rabi. Ribai Rabi brengt het veld zo dadelijk ook de laatste bocht in. Bichamon zet de tanden op elkaar. En Dion Tesselaar heeft nog altijd die rug van Jeroen Engwerda strak te pakken. En mogelijk dat er zo dadelijk ruimte komt als Baresi DF wat terug zou vallen. Maar Baresi DF is niet een paard dat zo gauw terugvalt. Rapido zit daar nog altijd in het derde spoor. En aan de binnenzijde heeft Cindy's Girl de koers op maat gehad. En Cindy de Glee die zou zo dadelijk misschien wel eens voor een verrassing kunnen gaan zorgen. Paarden komen af op de laatste rechte lijn. Derde tussentijd. 1-17-5. En het is daar dat de ruimte komt voor Cindy's Girl. En die kan dan in de achtervolging op Jeroen Engwerda Met zijn nummer 4, Ribai Rabi. Ribai Rabi, Cindy's Girl aan de buitenzijde. Die komt daar toch met grote stappen nader en nader. Maar of ze die favoriet nog terug kan halen, ik denk het niet. Want het is Ribai Rabi en Jeroen Engwerda die hier op indrukwekkende wijze gaan winnen. Tweede is Cindy's Girl. En op de derde plaats eindigt voor de stal Crown Stream. Vierde de vijf, Bichamon. Drie, zes, pardon, vier, zes, acht, vijf. Dat is voorlopig.